Het ministerie van Volksgezondheid wil in het kader van Wereldvaccinatieweek een hogere vaccinatiedekking. Deze dekking zal een betere bescherming vormen voor de samenleving. Rakesh Sukul, directeur van het ministerie, gaf tegen de STVS-redactie aan dat personen niet volledig gevaccineerd zijn, ook zullen worden gevaccineerd. Verder gaf hij aan dat er meer aandacht geschonken zal worden aan de HPV en rode hond vaccinatie. Dit omdat het ministerie de kans op borstkanker bij jonge vrouwen wil verkleinen. Verder hebben wij ook ons willen concentreren op het HPV vaccin. Het is een vaccin tegen het human papillomavirus. Het is een virus dat ervoor zorgt dat er vooral twee kwaaie typen zijn er die baarmoederhalskanker kan veroorzaken bij vrouwen. En als je de meisjes op jonge leeftijd vaccineert, dan heb je ervoor gezorgd dat ze beschermd zijn tegen baarmoederhalskanker. En dat de meisjes werden in eerste instantie beschermd, heel vroeger. Tegenwoordig kregen alle kinderen het, want we willen ervoor zorgen dat de jongens het niet kunnen overbrengen. Dus dezelfde gedachte wordt nu weerspiegeld bij ook de jongens tegenwoordig voor het human papilloma virus vaccin. In Suriname heeft het ministerie van Volksgezondheid al jaren een nationaal immunisatieprogramma. Maar tijdens de vaccinatieweek worden er bijeenkomsten met verschillende partners gehouden om manieren te vinden om onze gemeenschap beter te beschermen. De minister van Volksgezondheid, Amara Madin, gaf eerder ook aan dat de samenwerking met verschillende medische organisaties moet blijven. Op zo'n manier creëren we een gezondere levensstijl. Er zal volgens Sukul daarom niet alleen deze week, maar het hele jaar door de nadruk gelegd worden op deze zaken. Gelooft u me, de eerste leesorganisaties en het BOG, het Nationaal Immunisatieprogramma, zijn heel jaar door bezig met planning, met het aankopen van vaccin, met nagaan hoe wij eigenlijk zoveel als mogelijk onze vaccinatiedekking in het land op een minimumniveau kunnen houden, zo hoog mogelijk niveau. Natuurlijk hebben we heel veel uitdagingen in logistieke werkzaamheden, maar we blijven ons uiterst best doen om de vaccinatiedekking hoog te houden. Het personeel van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, die zorgt voor vaccinaties en inspecties in ons land, heeft het werk neergelegd. De BOG-medewerkers besloten in beraad te gaan vanwege de onveilige situatie op de werkvloer. Echter gaat het vaccinatieproces volgens Sukul onverstoord verder. Hij hoopt weliswaar op een spoedige oplossing. Ik hoop dat men zo snel als mogelijk inziet wat prioriteit geniet aan op welke manier men zo snel mogelijk de dienstverlening kan continueren aan de samenleving. Het Nationaal Immunisatieprogramma beschikbaar om het vaccinatieprogramma via de eerste lijn voornamelijk toch nog te garanderen.